Minister van Onderwijs Hilde Krivits was vanochtend gastdocent. Niet voor een universiteit of een hogeschool, maar wel voor jonge kinderen uit Brussel. De kinderen komen uit wijken waar veel kansarmen wonen en elke zaterdag kunnen ze kennis maken met een beroep in hun toekomstatelier. Vandaag ging het dus over politiek en over minister zijn. Waarom is er een groot probleem bij de inschrijving? Een probleem met? Inschrijvingen in de scholen. Hier bijvoorbeeld in de Brusselse scholen vinden wij het heel belangrijk als je inschrijft in school dat je goed Nederlands spreekt. Scherpe vragen voor Vlaams minister Krivits. Vandaag niet van journalisten of de oppositie, maar van de 11-jarige uit de Brusselse gemeente Sint-Joosten-Noode. Hoeveel geld win je? Als je minister wordt voor het geld, dan denk ik dat je na 2 of 3 maanden zult stoppen. De minister is vandaag gastdocente in de les politiek van het toekomstatelier. De eerste vraag. Dat project toont elke zaterdag aan kinderen uit achtergestelde wijken wat ze later allemaal kunnen worden. Zou je dan liever meer juffrouw zijn? Of weet het goed dat je zegt, we hebben 1 juffrouw of 1 meester die voor ons in de klas is? Om verder te kijken, om te kijken wat later allemaal te bieden heeft. En tegelijkertijd leren ze heel veel vaardigheden aan natuurlijk en ontdekken ze hun eigen interesses, sterktes en zo. En dat is in Sint-Joosten-Noode meer dan nodig. Bijna 4 op de 10 jongeren hier heeft geen werk. Door vragen te stellen en vragen te luisteren, te horen, dan leer je ook meer Nederlands. Nu heb ik betere resultaten op school, doordat dat, het geeft iets zo je meer kan werken en zo je later een goede beroep hebt. Je voelt dat er heel wat van die jongeren zijn die, doordat ze hier al 2 jaar op zaterdag komen, die een pak zelfvertrouwen bijgekregen hebben. En ik denk echt dat de meerwaarde spectaculair is van wat ze hier doen. Het toekomstatelier bestaat nu 3 jaar en wordt bijna uitsluitend gefinancierd door privébedrijven. Volgend schooljaar willen ze ook in de Anderlechtse wijk Kuregem van start gaan.